Goedemorgen, Gondezwaan. Hé, hey, dag Charlotte. Lex heeft zich zeker verslapen. Oh, niet bij jou geslapen? Nee, heeft ze nog niet, hè. Het is pas 9:30. Een boodschap. Wacht even, schrijf het even op. Ja? Wil je nooit meer zien, vuile... Ja, wacht even, wacht even. Goed, heb ik. Hey, Lex, alles goed? Kon niet beter, Bertus. Wat ben jij allemaal aan het doen? Ik bespaar jullie een klein fortuin door zelf de telefoons aan te sluiten. Ik had Charlotte net aan de lijn. Ah. Oh ja, dat komt wel weer goed. Oh, zit er soms een nieuwe Charlotte aan te komen? Word jij niet eens op de tv bij de eerste de beste voor het wereldrecord versieren? Maar zelden de eerste. Blijf te vragen of je ooit de beste bent. Zouden de heren dit soort walgelijke grapjes willen laten waar ik bij ben? Oh, ben jij er ook al bij gewonnen? Dat wist ik niet, vertel eens. Het wordt bijzonder gewaardeerd dat je de telefoons aanlegt, Bertus, maar je hoeft je echt niet met onze privézaken te bemoeien. Dat doe ik liever ook niet. Goedemorgen, Gondezwaan. Oh, de uitspraak in de zaak Jans en Tilanus is aangehouden. Goed, dan zal ik meteen mevrouw Jans even bellen. Bedankt. Dag. Of mevrouw Jansen nog maar even wil wachten op haar echtscheiding, want hier de rechters hebben het even te druk. En wie is er weer de dupe? Een vrouw die dolgraag van haar man af wil. Gewoon, je denkt hem niet serieus dat ze expres eerst alle vrouwenzaken gaan opschorten. Zolang mannen daar alle sleutelposities vervullen, zou me dat helemaal niks verbazen. De enige met de sleutelpositie daar is de portier. En dat is een man, ja. Hallo. Hallo. Goedemorgen, u spreekt met Tilanus. Het spijt me dat ik zo schor praat, hoor, maar ik heb hem gisteravond even lekker met mevrouw geraakt. We hebben even flink de blommel buiten gezet. Bertus, heb je onze telefoons doorverbonden? Dit is fase 1. Dan kun je alleen gebeld worden. Bij fase 2 kun je naar buiten bellen. Zou fase 2 dan over een half uurtje kunnen ingaan? Dat regelt jullie huisbaas allemaal en binnen de afgesproken renovatiekost. Bertus, je gaat toch niet weer over die 5000 gulden beginnen? Daar waren we het over eens. Daar waren we het helemaal niet over eens. Het is veel te veel, je hoort wel wat het voor ons waard is. Oh, dus ik loop me hier wekenlang uit te sloven en als het op betalen aankomt, dan zijn mevrouw en meneer de advocaat niet thuis. Dan wil ik de baas spreken. De baas? Meester Laurens Jan Bolsenbroek, L.J. Een heer? Wij weigeren te betalen, Bertus. L.J., Gon en ik. Alle beslissingen worden hier gezamenlijk genomen. Democratisch. Oh, net als in Den Haag. Gaat ook alles democratisch. Kost je ook alleen maar poen. Bertus. Morgen. Wat leuk, L.J. Voor ons? Wat is het? Een computer. Een must voor elk zich respecterend kantoor.
En die heb jij met Bolzenbroek kapitaal betaald? Daar doe jij ons een heel groot plezier mee. Herstel, beste Lex, herstel. Daar doen wij onszelf een groot plezier mee. Bedoel je, Laurent-Jacques Bolzenbroek, dat je hem uit de kas betaald inderdaad, hebt? Inderdaad, lieve Gunnepon. Een diepte-investering in onze praktijk. En dat doe je zomaar op eigen houtje? Zonder democratisch overleg. Jij bent over een half uur terug met de centen. Zit al zo krap, man. Zal ik dat ding dan maar mee naar beneden nemen als onderpand voor die 5000 piek? Dacht het niet, Robertus. Die computer blijft hier. Die computer gaat terug. Met Bolzenbroek en partners. Ja, inderdaad, van de Bolzenbroek, ja. Meneer Kramer, juist. En dat heeft een spoedeisend karakter. Nou, ik zal eens even kijken, maar mijn agenda zit nogal vol. Meneer Kramer, vanmiddag om 2:30, schikt dat? Nee hoor, voor u maak ik wel een gaatje. Fijn, meneer Kramer. Tot genoegen, meneer Kramer. Dag, meneer Kramer. Dat was meneer Kramer. Je meent het. Een grote belegger, dus een profijtelijke zaak. We kunnen best wat extra centen gebruiken. Voor nog een computer? Wel nee, jongens. LJ wil mij alleen maar zo snel mogelijk die 5 ruggen betalen. Absoluut, Bert. Dus laat ik de optiebeurs eens bellen. Hallo, met Laurent-Jan Bolzenbroek spreekt u. Hallo. Met Tichelaar en partners. En gaat het over die KLM'tjes of over die fokkertjes? Met de Zwaan en partners spreekt u. Wat kan ik voor u doen? Is hier iemand die me kan uitleggen waarom mijn telefoon is omgebouwd tot intercom? Ja. Dat is fase 1. Kom al wel goed, LJ. Het duurt alleen even. Bertus sluit de telefoons aan, maar dat gaat in 2 fasen. Ja. Fase 2 is hedenmiddag. Want ik moet nou eerst naar beneden. Belangrijke sollicitant voor een zware functie binnen mijn sportschool. En dan kan ik natuurlijk niet 1, 2, 3 beslissen. Heel verstandig, Bertus. Nooit alleen op het uiterlijk afgaan, hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben... Aangenomen. Gefeliciteerd. Wendy, zo heet je toch? Ja, Wendy Keizer. Aangenomen. U weet niet eens of ik de juiste capaciteiten wil hebben. Meid, die capaciteiten van jou, die zitten hartstikke goed. Ga je mee? Krijg je van mij gelijk een rondleiding. Kijk. Beginnen we daar, ho. In de sportzaal. Hier geef jij de huisvrouwen gymnastiek. Laat ze maar flink zweten, vinden ze prachtig. Maar ik ben jaren gymlerares geweest, dus dat zal wel lukken. Mooi. Dan heb ik ook yoga-klanten. Ja, die mag er natuurlijk weer niet zweten. Die moet je heel sloom toespreken tot ze bijna aan slaap vallen. Dan zijn ze weer helemaal kalm en dan kennen ze er weer een week tegen. Nou, dit zijn natuurlijk de toestellen. Hè? De toestellen. Ja. Nou ja, dan moet je de mensen maar helpen als ze erom vragen of als ze iets dreigen te breken. Iets breken? Ja, soms zit er zo'n driftkop tussen. Die raakt helemaal in de knoop tijdens een oefening. Desnoods bel je een dokter. Nou, en weet je wat je nou ook nog moet doen? Nou, meneer de Vries. Bed is voor jou hem op. Kijk. De bar. Dat is heel belangrijk, want hier verkoop jij de sappies en de broodjes gezond. Kijk eens, 3,75 gulden, broodjes supergezond. Een mooi karweitje voor je, anders verveel je je maar. En daar ben jij natuurlijk bang voor. Ja, natuurlijk, meid. Je moet nooit personeel aannemen als je geen werk voor ze hebt. En wat doe je zelf, als ik vragen mag, Bertus? Ik draag de verantwoordelijkheid voor het totale geheel van de tent. En jij draagt de verantwoordelijkheid en ik de halters. Verwacht jij iemand? Ik hier? Ga je niet kijken. Zie je wel, dacht ik het niet. Ik ruik ze op een afstand. Wie ruikt je op afstand? Sst. Ik kan ons beter even gedijst houden. Dan wordt weer gebeld. Maar nou boven. Er wordt gebeld, LJ. Nee, nu even niet hoor. Ik probeer uit te vissen hoe je dat ding aansluit. Neem de computer uit de doos. Nou, dat is in elk geval gelukt. Een
Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ja, net als bij een lamp. Dan gaat de andere kant van het kabeltje, die gaat terug in het apparaat. Ja. Verdomd slim van je, Lex. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat u verder? Heel graag. Zo. Wat kunnen we voor u doen? Giesbus is de naam. Dag meneer Giesbus. Houdt hier ene Bertus de Vries domicilie. Goedemorgen meneer Giesbus. Gaat u zitten. Koffie? Ja, kopje koffie, dat wordt me niet vaak aangeboden in mijn werk, heel graag. Alles erop en eraan. Hond koffie. LJ, koffie. Zo, waarom heeft u meneer de Vries eigenlijk nodig? Oh, alleen maar een dwangbevelletje, 6 mil, een turbo AT. Dus dat tikt lekker aan. Alleen maar een dwangbevelletje, 6 mil. Meneer de Vries, die is er niet. En hij komt vanmorgen ook niet, zei hij. Oh, 1 koffie à la Boltenbroek. Oh, dat geeft niets hoor, dat zal even goed wel smaken. Ja, als meneer de Vries er nou zelf niet is, dan ben ik genoodzaakt het dwangbevel aan een van de huisgenoten te overhandigen. Oh, 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 oh. Wij zijn geen huisgenoten van meneer de Vries. Nee, tuurlijk niet. Nee, wij zijn alle drie advocaat. Oh, en wij huren juist deze etage alleen maar. Alles wat hier staat is ons eigendom. Dus ook die Turbo AT10+. Dus. Maar die gaat terug naar de winkel straks. Sorry, Gon. Ik wil ook dat die blijft. Hij bespaart tijd. En tijd is geld. En geld is money. Dus dat noemen jullie democratie. Twee heren willen een speeltje en wie kan nou eraan mee betalen? Wacht nou eventjes voor je Dame. Ik wil me absoluut niet met uw huiselijke zorgen bemoeien, maar meneer de Vries is er dus echt niet. Nee, meneer de Vries die is niet en ik, hij komt ook niet, want ik vermoed dat hij naar het buitenland is. Nou, Bertus zit lelijk in de penarie. In de penarie wel, nee. Hij zit gewoon beneden met een sollicitant. Mm. Kunnen wij nou niks voor hem doen? Ach, we hebben zelf geen rode cent. Nou ja, met die renovatiekosten is hij al een stuk gered. Ik weiger 5000 gulden te betalen. Wat is dat opknappen nou helemaal waard geweest? 2500, hooguit. De zaak tegen Michael Diever, die voor president Reken heeft gewerkt. Een prachtig vrij leven heb jij toch eigenlijk, Bertus? Ja, ja, ja. Nou, ik bedoel, fitness is in, dus je hebt nooit geld zorgen. Dan is het in de advocatuur maar een armzalige bedoeling. Ja, ja. Dat is Wendy, mijn nieuwe trainster. Waarom kijk je dan zo chagrijnig? Post van de koningin gehad? Koningin? Ik ken me nauwelijks. Nee, maar ik bedoel ook een van haar vertegenwoordigers, een deurwaarder bijvoorbeeld. Hé, leuk om hier te gaan zitten jennen terwijl ik vanmiddag 6000 gulden moet hebben. Wij zijn bereid je 6 maanden lang 500 gulden te betalen voor de renovatiekosten. Peanuts, ik heb vanmiddag 6000 gulden nodig en niet over 6 maanden, 3. Ja, dan verkoop je toch wat? Ja. Hier de camera bijvoorbeeld. Nee, dat ken niet. Dat is handel. Maak ik opnames mee van de damesgroep en kennen ze tegen een aantrekkelijke vergoeding een kopietje krijgen. Heb jij helemaal geen geld? Ik heb het wel, maar dat is een beetje beige. Tintje grijs erin. Sportschool ook zwart gekocht? Ik probeer eerlijk te leven, maar je krijgt de kans niet. Ik was nog een jongen, net 20 misschien. Niet slecht, maar ik was onbezonnen. Ik wilde van huis om de wereld te zien. Mijn leven was amper begonnen. Ik monsterde aan op een roestige schuit die hout in de West zou gaan halen. We sloegen baldadig een kroeg kort en klein, de schade was niet te betalen. Maar dan op de kade is daar die agent, die vraagt je beleefd of je bent wie je bent. Dan komt het verhoor waar je alles bekent, waarna ze je straf gaan bepalen. In zijn leven een misstap beging, die moet dat voor eeuwig bezuren. Die houdt zich door spijt en door schaamte gekweld, verborgen voor vrienden en buren. Wie
zijn leven een fout heeft gemaakt, die kan dat voor niemand verzwijgen. En de straf van de keurige luimaatschappij, die zal je je leven lang krijgen. En voor je het weet zit je weer in de lik, je wordt al een oude bekende. Je komt er weer uit en de cirkel draait door. Je zit steeds opnieuw in een bende. Wie ooit in zijn leven een misstap beging, die moet dat voor eeuwig bezuren. Die houdt zich door spijt en door schaamte gekweld, verborgen voor vrienden en buren. Wie ooit in zijn leven een fout heeft gemaakt, die kan dat voor niemand verzwijgen. En de straf van de keurige luimaatschappij, die zal je je leven lang krijgen. Heb je geen vorderingen lopen? Ik heb nog wel wat moeilijk inbaar geld te goed. Hoe zou jij dat nog aanpakken? Jij hebt ervoor doorgeleerd. Direct een incassobureau inschakelen. Nou ken ik je weer. Als ik nog eens wat voor jou kan doen, Lex, je weet me te vinden. Accepteer die regeling van ons dan maar, dus voorlopig mooi zat. Komt vanmiddag allemaal nog in orde. Even zo'n bureau bellen. Goedemiddag samen. Is het nog gelukt met het incassobureau? Nou en of. Keurige mensen die je vuile zaakjes voor je opknappen tegen een zeer redelijk percentage. Heel verstandig, Bertus, heel verstandig. Mijn goede vader zegt altijd, leg je problemen bij een ander neer, dan ben je er zelf vanaf. Ach, jij mag van jou een type nummer en de dagwaarde van de computer. Tuurlijk, Bertus, dat zoeken we op. Kan je ook zo'n ding kopen? Ik wil nee, meid, want ik ben een computer. Nou, voor je klantenadministratie of je boekhouding. Zullen dat alles vastgelegd staat? Kijk, laat hem ook nog belasting over betalen. Alsjeblieft. Bedankt. Wat moet je met die gegevens? Voor een kennis? Zo zou je het kennen zeggen, Gon. Het is voor het incassobureau. Willen die zo'nzelfde computer? Dat denk ik haast van wel, ja. Want dit bedrag komt aardig overeen met mijn vordering. Bedoel jij wat ik denk dat ik begrijp? Als jij begrijpt wat ik denk dat jij begrijpt, dan denk ik wel dat ik dat bedoel, ja. Dus jij loopt hier te spioneren voor een incassobureau. Jawel, dat is huisvredebreuk. Dat is misbruik van vertrouwen met geheime oogmerken. Dat is... Een klerenstreek. Juist, gewoon dat woord zocht ik. Sorry meid, ik heb de geld nodig. Ja, maar daar hadden we toch een afspraak over gemaakt. Een incassobureau. Ik heb juridisch advies ingewonnen en dit schijnt de beste methode te zijn. En van wat voor loesje type mag dat advies dan wel zijn? Ja, ik geloof dat ik dat even moet uitleggen. Ja. En dan ga ik ondertussen even naar beneden. Leg je problemen bij een ander. Daar zit wat in. Koffie? Schrokken ze niet boven? Wat dacht hij? Geloofden ze echt dat je een incassobureau had ingeschakeld? Wendy, dat zijn intellectuelen, die geloven alles. Ik vind het toch een beetje gemeen, hoor. Het is wel eens goed voor ze, vooral die LJ. Die is alleen maar gevoelig voor argumenten als je hem onder druk zet. Dan zit hij hier maar eens een beetje druk op. Ja, meneer Kramer, het begint me nu toch allemaal wel wat duidelijker te worden. Nog een kopje koffie, zwart, hè? Ja, dat is het probleem, ja. Nee, de koffie bedoel ik. Oh. Lex? Ja, zwart, zonder iets. Doe ik er zelf wel een zoetje in. Het komt er dus op neer dat u meer geld in onroerend goed heeft belegd dan u officieel ooit heeft bezeten. Inderdaad, ja. En daardoor heeft u nu de Fiat achter u aan. Ja, dat zeg ik toch. Ik ben getipt. Mm-hmm. Maar nu heeft u een BV'tje in Liechtenstein en daarvan heeft u het ontbrekende geld geleend, zodat u wel kunt aantonen hoe u aan al het geld voor die investeringen bent gekomen. Ja, zo is het. Maar ja. Wat is dan uw probleem? Of zo'n Fiat ook in Liechtenstein gaat kijken. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, maar wat is er dan te zien? Nou, niks.
Een brievenbus. Meneer Kramer, dit is een vrij gecompliceerd fiscaal juridisch probleem. Ja, dat weet ik, ja. Maar ik dacht zo, aan Bolsenbroek. En die brievenbus, hoe komt die dan aan het geld? Nou, laten we zeggen, voornamelijk schenkingen. En die schenkingen, die doet ene Kramer. Anoniem, zwart. Pinterbaasje. En doordat het even in Liechtenstein is geweest, wordt het zwarte geld weer wit. Dus als we de fiat weg kunnen houden uit Liechtenstein, is het kat in het bakkie? Zeer, Pinterbaasje. Weet u wat u moet doen, meneer Kramer? Fiscaal jurist zoeken. Meneer Kramer. Luix. Wat? Je hebt je er weer mee bemoeid en wat is het resultaat? Dat we een regelrechte goudvink kwijt zijn die hier binnenstapt om ons te laten delen in zijn welstand. Die ons medeplichtig wilde maken aan zijn vuile spelletjes. Dat zeg ik. Ik deed toch niks? Een cliënt is een cliënt, gewoon. Waar zijn je oude idealen gebleven, LJ? Ach, mooi, linkse studenten praten. Met idealen kun je de bakken niet betalen. Ik ben geboren met een gouden lepel in mijn mond. Ik ben verwend, ik heb een luxe achtergrond. Ook toen ik links werd, bleef ik van de hoogste kasten. Want al heb je je principes, je hebt toch ook je vaste lasten. Vent, daar is een heitje voor een karweitje. Zeg, Karel, heb jij geld bij je? Ach jongens, laat iemand iets in het busje doen voor die arme zwakjes. Ik kwam van huis uit, ook als kind al niks te kort. Een rijke jeugd. Het heeft aan zakgeld nooit geschort. Ook als student heb ik nimmer hoeven vasten. Want al heb je je principes, je hebt toch ook je vaste lasten. Nou zeg, van wat ik al aan goede doelen heb betaald, daar kan je een paar leuke deeltjes Philips voor kopen. En laten we wel wezen, het groeit mij ook niet op de rug. Want al heb je je principe. Jij hebt toch ook je vaste lasten? En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, strek uit. 2, 3, 4, been gestrekt houden. 2, 3, 4 en links. 2, 3, 4 en uit. 2, 3, 4, blijf hangen. Bertus? 2, ja. 3, 4, kunnen en wij jou even 2, spreken? 3, 4, strek uit. Dringend? Ja, nogal. 4, leg neer. 2, ik ben even bezig. 4 en op. 2, Bertus, het duurt maar even. Probeer je voet mee te strekken als je dat doet. En weer. 2, 3, 4. En links. 2, 3, 4. En uit. 2, 3, 4. Mooi zo. En neer. 2, 3, 4. Rustig door blijven. Vooruit dan maar. Zo. Be my guest. Wat mag ik voor jullie inschenken? Sappie, iets sterkers? Je zegt het maar. Bertus. Dat incassobureau, hè? Ja. Is dat nou echt nodig? Er moet toch een alternatief, een andere manier zijn om daar uit te komen? Tuurlijk, LJ. Als jij die 5000 gulden bij je hebt. 3000. We hebben dat geld niet. We zijn nog maar net begonnen. En als het bureau echt kwaad wil, gaan we failliet. Ik
kan je helemaal naar je centen fluiten. Ik sta ook met mijn rug tegen de muur. Ik vind het ook vervelend als ik straks weer nieuwe huurders moet gaan zoeken. Maar dan kun je ook weer opnieuw renovatiekosten rekenen. Met jouw activiteiten is het nooit weg drie handige advocaten in huis te hebben. Als jullie nou zo handig waren, dan had je toch al lang wat bedacht. Dat hebben we ook. Ja, Bertus, je hebt geld zat. Maar je kan het alleen niet tegen de belastingen zeggen. Dus je hebt een zwart geldprobleem. We moeten dat geld gewoon weer even witten. Ja. Als jij me dat kan leren, krijg je van mij een jaar gratis yoga. Nou, kom op met die witkwast. Je leent dat geld via een omweg van jezelf. Via Liechtenstein in een brievenbus. Nee, via Tichelaar, Bolzenbroek en de Zwaan. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Jij leent als anonieme weldoener 6000 gulden van je zwarte geld aan ons. Dat betalen we je keurig netjes met de kwitantie en alles aan je terug voor een half jaar huur en de renovatiekosten. Ja. Dat boek je keurig en je betaalt er de deurwaarde mee. En dat is legaal? Volkomen. Vanmiddag nog een grote belegger precies hetzelfde geadviseerd. Mevrouw, mijn heren, hij is voor zijn roodkoperen klarinetfluit. Het is in orde. Zo, dat is dik voor elkaar. U kunt weer naar buiten bellen. En ook nog met elkaar? Ik kan allemaal, mevrouwtje. Dat is een klavertje vier. Wie weet brengt u nog geluk ook. Nee. Dank u. U heeft ons van de ondergang gered. Als er verder nog iets is, laat vooral wat van u horen. Goedemiddag. Ja. We hebben nu 6000 gulden ontvangen en ook weer uitgegeven. Maar hoe zit dat nou boekhoudkundig? Nou, we moeten die 6000 gulden natuurlijk wel ooit terugbetalen, anders krijgen we problemen. Aan wie terugbetalen? Aan Bertus? Nee, aan de anonieme persoon die ons dat geld geleend heeft. Het is Bertus, maar dat weet niemand. Dat is Bertus helemaal niet. Van Bertus hebben wij een kwitantie dat we al betaald hebben. Dat geld is straks dus gewoon over. Nou, kan dan mooi naar de stichting Handen Thuis. Nee! Die blijven er mooi vanaf. De naam zegt het al. Nee, we zijn wel verplicht het geld gewoon aan Bertus terug te betalen. Hoewel, hij kan natuurlijk nooit naar de rechter stappen. Zeg jongens, ik wou jullie nog even bedanken. Die deurwaarder is hartstikke blij en het voortbestaan van het sportimperium De Vries is gegarandeerd. Zie je wel, Bertus. Eind goed, al goed. Ja, dan loop ik alleen nog even een beetje te praktiseren, hè? Mm-hmm. Jullie hebben dus voor mij geleend 6000 gulden. Als heren onder mekaar. Als je het zo stelt, inderdaad. Voor een termijn van 6 maanden. Ja. Dat is dus een half jaar. Ja, nog altijd. Tegen 10% rente per jaar maakt dat 300 gulden. Mag ik die dan gelijk even vervangen? Want anders moet ik binnenkort weer een incassobureau inschakelen. Bertus! Bye.